Mooie boom, hè? Ik ben kapot. Ik heb totaal geen energie meer en ik moet nog 50 kilometer fietsen. Weet je nog dat ik in de video van de Noordkap zei dat dit het echte verhaal zou worden? Nou ja, vandaag begon het gedonder al. Het begon goed. Ik fiets nog steeds aan de Rijn, in een mooie Rijnvallei. En het ontbijt van de lieve, lieve eigenaars van het prachtige Huiswelle. Dus ik had een goede bodem voor een prachtig begin. Ik moest me inhouden om niet bij ieder kasteel te stoppen. En de drone op te laten stijgen. Iets dat toch wel iedere keer ruim een kwartier in beslag neemt. En om te voorkomen dat ik veel te laat aan zou komen. Het gedonder begon pas toen ik uit de Rijnvallei was. Eigenlijk het tegenovergestelde van gisteren. Toen begon ik met eindeloze korenvelden. Nu eindigde ik daar. Maar ja, een eigenschap van die korenvelden is dat het enorm heet is. Je rijdt constant in de zon. Ik was nog niet geacclimatiseerd. Dat veroorzaakte misselijkheid, ook al kan dat ook komen door de grote hoeveelheid fruit die ik ervoor had gegeten. Maar goed, hitte, heet water, dat niet echt verkoelend werkt, maar ja, ik weet, je moet het drinken, zijn niet echt de goede ingrediënten voor deze fietstocht. Ik ging helemaal kapot en ben een paar keer af moeten stappen, heb in het gras gelegen of tegen een boom gezeten om nog een beetje te herstellen. Fucking misselijk. Het is veel te heet. Het is al heel laat. Ik hoop dat het hier nog goed komt. Eén keer ben ik zelfs in slaap gevallen, dus het ging niet zo goed vandaag. Maar goed, uiteindelijk ben ik hier veel later dan de planning was, om 9 uur pas. Het is 9 uur geweest. En ik heb nog wat idiote problemen aan mijn fiets moeten maken. Zoals een lamp die opeens afbrak. Of tassen die om de kilometer losvlogen. Ja, een paar tie-wraps, daar kun je alles mee fixen. Ik ben in Neuburg am Rhein. Morgen Frankrijk, opnieuw Duitsland. En dan Zwitserland. In de buurt van Basel, Rheinfelden, is de eindbestemming. Ik hoop dat het een beetje beter gaat. Morgen in ieder geval een route langs een heel lang vervallen kanaal. En ik weet dat daar in ieder geval verkoeling is in de vorm van bomen. Morgen is er een nieuwe video. Goed dat je kijkt. My heart just got stuck.